In het dorp Antonio de Brinco, gelegen aan de Surinaamse kant van de Lava-rivier, heerst momenteel een onveilige situatie. Dit bevestigde justitieminister Kenneth Amoxi vanmorgen tegenover journalisten voor aanvang van de vergadering van de ministerraad. De bewindsman zei dat er geen gewonden zijn gevallen tijdens de grote brand die gisteravond is uitgebroken bij 5 winkels. Men bouwt her en der, ongecontroleerd, zonder voorschriften. Ik plan een bezoek naar het gebied. Samen met onder andere de brandweer, de leiding van de politie en andere diensten die nodig zijn om te kijken hoe zaken allemaal daar verlopen en welke maatregelen getroffen kunnen worden. Als ik mij niet vergis, is dit niet de eerste keer. Ik weet niet of het vorig jaar dat zich een soortgelijke situatie had voorgedaan. De minister merkte op dat er veel werk aan de winkel is in het achterland. Er is contact met de Franse autoriteiten omtrent aanpak van deze zaak. Amoxi heeft een bezoek naar het gebied gepland om zich te oriënteren.